U ziet het aan de beelden, dit is lang geleden. Brabander Rick Smits in de NBA. Om die tijden weer terug te laten keren, organiseerden de Giants een heuse clinic onder leiding van de Amerikaanse minister Arne Duncan, die de naam Rick Smits natuurlijk nog kent. I know him well. I was a big, it's a long time ago, man. Long time ago, big fan, but you never know when the next kid is coming along, and it shouldn't have to be a seven-footer necessarily. We need little guards who have the skills as well. But there's nothing magical about it. Again, it's just really, really working hard at it. Dus staat Duncan, die vooral in Brabant is om zijn zoontje aan te moedigen, de Brabantse jeugd uit te leggen hoe te basketballen. Want de verschillen tussen beide landen zijn groot. Nou, in Nederland, niet iedereen doet het en daar doen ze het gewoon op straat en overal. En ja, het is gewoon, daar zijn ze ook super goed. There's no shortcuts, there's no easy way to get to that. They are just good coaching. It's just putting the time in the gym every single day working on all your skills. Nou, wat voetbal voor Nederland is, is basketbal voor Amerika. Dus eigenlijk kunnen we alles van hun leren, inderdaad. En dan, wie weet, over een aantal jaar een jongen uit Bergen-op-Zoom in de NBA. Ben je de nieuwe Rick Smits dan, of niet? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat je me later op tv ziet bij de NBA. En Brabander actief in de NBA? Daar ben ik van overtuigd. Ja? Absoluut. En nu niet alleen op lengte, maar ook meer op kwaliteit. Hier in Nederland al aangeleerd, om dat in Amerika nog verder door te gaan ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat er nog velen gaan volgen.